Zwart staat je goed. Een spel van Mary Ross. Vertaald door Ria Lee Lohuizen. Regie, Atleti. Prachtig haar. Ik heb mooi haar. Schattig gezicht. Een mooie vrouw, helemaal alleen. Ik ben helemaal alleen achtergebleven. Ik ben hier alleen achtergebleven. Ik vraag me af wat ik doen moet. Oom Ralph. Mijn liefje. Bedankt dat u gekomen bent. Oh. Dat was het minste wat ik kon doen. Het was prachtig, liefje. Het weer bleef goed. Zwart staat je goed. Je moest eigenlijk gaan liggen. Mooi en aantrekkelijk. Wit op zwart. Merels die in de sneeuw vliegen. Bruin vissen in scholen. Koolzwarte vissen in noordelijke zeeën die in netten zwemmen. Die zinken naar het duister op de bodem van de oceaan. Trek het je niet zo aan, liefje. Dood. Platgemaakt. Versteend. Nog niet. Onder een ton aarde. Je kan naar hetzelfde lot als die arme, arme vis ondergaan. Arme, arme Alfred. Ik kan niet klagen dat we er niet allemaal waren om afscheid van hem te nemen. Nee. Hij heeft heel wat om dankbaar voor te zijn. Enid heeft haar mond gehouden. En Clarissa beging geen stommiteiten. Spreek geen kwaad over de levende.
die nemen wraak. Achter je rug om. Je hebt een mooie... Mag ze binnenkomen? Ik zie niet in. Waarom niet? Kom binnen, Enid. Hij was het zout der aarde. De volmaakte levenspartner. Schat. Zwart staat voor smart. De mooie smart om het begraven van iemand. Ik voel zeer met je mee, Olivia. Wacht, er zit een haartje verkeerd. Och, dank u, tante Enid. Ik ben hier zo van ondersteboven. U had niet meer kunnen doen. Het was niets, liefje. We hebben alleen maar gedaan wat we konden. En nu Alfred 's werelds grootste architect heeft opgezocht, zullen we ervoor zorgen dat jij er bovenop komt. Blijf van haar ook af. Nu kan zij profiteren van mijn advies. Heb ik hem niet door het duistere doolhof der politieke en sociale dingen geleid? Dat heb je zeker. En ten koste van een offer. Oh, ja. Wat nu? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn kleine rechthoekige koffertje op Alfred's graf gelegd. Heb je dat niet gemerkt? Toch niet zijn kleine koffertje. Met schort en alles erin. Ja. Ligt het bovenop? Ik haal het morgen wel op als het donker is. De begraafplaats is een indrukwekkende grafheuvel van bloemen. Stijlvol gearrangeerd door de firma. Huppel de pup en huppel de pup. Behalve de bos van Clarissa natuurlijk. Kom binnen. Laat ze allemaal maar binnen. Clarissa. Die jurk staat je goed. Arme oude Alfred. Onder al die prachtige flora. En om Ralph's rotzooi. Maar waar was alle fauna? Iedereen was er. Wie er moest zijn. Nou... Ik vond hem aardig. Daar hadden wij geen twijfel over. Ga er weg, Clarisse. Dat geknuffelen heeft ze helemaal niet nodig. U hoeft haar hand niet vast te houden. Hij is er. Waar? Oh, kom nou, liefje. Niet overdrijven. Oh. Moet ze geen reukzout hebben? Of verbrand papier in de neus geduwd? Kom binnen. Mijn schat. Olivia. Max is er, liefje. Ze weet best wie het is. Die komt je condoleren. Welkom in ons club. Wat kan men zeggen? Of doen? We hebben ons best gedaan. In zo'n korte tijd. En meer dan dat. Wie heeft het gebruik van een slootgraafmachine aangeraden? Ik. Oh, Max. De aarde is gemakkelijk te egaliseren. We hebben het monument er in de helft van de tijd op staan. Hij was iemand op wie men kan bouwen. Openhartig en daar bovendien trots op. Beste vriend. Liefhebbende echtgenoot. Beste vriend. Mag ik een eenvoudig marmeren bouwsel voorstellen? Om te bewijzen dat hij daar echt ligt? Wie betaalt dat? Een rouwkrans van acaciabladeren met een rechter schuinbalk van marmer erop. Schuin. Ik ben te jong om weduwe te zijn. Wat moet ik doen? Daar zorgen wij wel voor, liefje. Morgen wordt het gedrukt. Oh, hij mag niet zien. Morgen dus. Ik stel voor, ter herinnering aan Alfred Dorsey. Owen Street. Is onverwachts van ons heen gegaan. Dorsey, Alfred, bla bla, voor zijn vrienden, stierf plotseling zijn huis aan de... Alfred, liefhebbende echtgenoot van Olivia, is van het ziekenhuis naar het Groot Oosten vertrokken. Resurgat. De vrijmetselaars van tegenwoordig schijnen niets van Latijn te begrijpen. Ik herinner mij... Herinnerde? Hoe lang? Wij hebben onszelf niets te verwijten. Schij uit met dat gevriemel aan die kamer af. Gaven jullie werkelijk om hem? Zoals ik? Waren die gevoelens echt? Wat jij toch te lijden hebt. Generaties van Dorsey's uitgewist, platgemaakt, verstinkt. Arme lieve Alfred. Nu niets meer dan een placoderm. Och.
Daar heb je niks aan. Zij is hem kwijt. Ik ben een volmaakte echtgenote geweest. Volmaakt. Nog iemand die versteend is. Ik was de hoeder van zijn huis. En hij de pilaar van de maatschappij. Wat ondersteunde hij? Spreek geen kwaad van de doden. Ze kunnen terugkomen. Hou in godsnaam op met je haarkammen, Ralph. Oordeel niemand begenadigd voor zijn dood. Ecclesiasticus. Jullie hebben mij nooit de kans gegeven. Jullie zijn zo efficiënt. Waarvoor Alfred als eerste ons bedankt zou hebben, waren hij daartoe in de gelegenheid geweest. Een schitterende opkomst. En het was tot in de puntjes geregeld. Niets werd aan het toeval overgelaten. Ik had het moeten doen. Daar heeft ze gelijk in. En zou ze het niet verknoeid hebben? Op de doden kun je niet oefenen, dat is niet eerlijk. Waar is dat voor nodig? Misschien om Ralph zou kunnen proberen wat onafhankelijker te zijn? Waarom zou je? Dat lijkt mij een prima idee. Veel te veel vertroeteld. Kijk eens naar die kast met kleren. Die laatste bontjas was beslist een vergissing. Om Ralph? Je luisterde niet, of wel soms Ralph. Heb jij voor haar gekocht, hè? Zo afschuwelijk als die er staat. Je draagt hem nooit, hè? Nee. Nee, best. Dat het met Olivia goed gaat, daar komt het op aan voor mij. Max, hoe kun je dat nou zeggen? Als Alfreds beste vriend moet ik mij als eerste vrijwilliger aanmelden. Ik zal het tot mijn verantwoordelijkheid maken. Zal haar tot mijn verantwoordelijkheid maken. Ze wordt mijn beschermeling. Of zoiets dergelijks. Haar problemen, smarten en het gewicht van haar zal ik op mij nemen. Oh, Max. Wat een last voor je jonge schouders. Ik zou graag Jeremia willen citeren, maar ik kan er niet op komen. Voor de verandering. Max, hoe kun je? Vanavond zouden we het vieren met een etentje. De dood heeft voorrang, Clarissa. Bovendien vind ik je smoezelig en onsmakelijk. Maar we zijn verloofd. Alfreds overlijden heeft de dingen veranderd. Is dit een ongepast moment? Nee. Ik heb iets te zeggen. Ik heb nu geen rivaal meer. Hij is dood. En met hem zijn mijn problemen gestorven. Wij wisten allebei dat Alfred gek op je was, Clarisse. We zwegen allebei. Die blik over de tafel heen. Die voeten die elkaar eronder aanraakten. Jassen voorzichtig om het schouders gelegd. Verkeerd aangesloten door de telefoon. Moet hij nodig zeggen? Nou. Zij is het. Schandaal? Nooit. Na jaren zorgvuldige training. Hoe je je moet gedragen tegenover de bediende. Hoe je nooit aanstoot moet geven. Hoe je moet kijken alsof je je amuseert. Hoe je moet glimlachen. Altijd keurig gekleed. Ik heb haar aan Madame Marie voorgesteld. En goedkoop was het niet. Niet dat het geld er iets toe deed. Maar nu is die buik zo plat als een plank. Zo is het altijd geweest. Alfred mocht haar niet. Hoe kun je het over je lippen krijgen? Hij liet haar vaak alleen. Om bij jou te kunnen zijn. Ik had nooit gedacht dat hij het in zich had. De mannen in deze familie zijn een stelletje slappelingen. Alfred heeft mij verteld dat hij er niet mocht. De druiven zijn zuur. Hoe dan? Heeft hij het in morsecode op je knie geklopt? Ik zal me er eens mee bemoeien. Alfred is dood. Requiescat in pace. Ik vond dat hij veel van mij had, vooral in zijn latere jaren. Hij is nog maar 50. Dus het idee dat hij met wie dan ook een verhouding heeft, is belachelijk. Jij hebt hem niet in zijn voetbalbroekje gezien. Hij heeft in jaren niet gespeeld. Meen je dat echt? Oh, om Ralph. Ik ben zo in de war. Ga rechtop zitten en denk na. Waarom zou ze? Dat kan ik niet. Dat moet ze binnenkort toch. Tenzij jij plannen aan het uitbroeden bent. Ik ben een trouwe vriend geweest. Natuurlijk. Max, zeg eens, werd die trouw soms niet een beetje op de proef gesteld? Nee. Kwam het niet eens voor dat je soms om zijn zwaarwichtige zin kon gillen? En als hij weer over zijn kantoor begon, dan verborg je wel eens een geel van verveling. Ja. Dan lacht hij en keek je naar mij met een heimelijke sympathie. Als een broer natuurlijk. Natuurlijk. Kantoorzaken zijn altijd interessant.
Je bent jezelf niet vandaag, Olivia. Zeg mij na. De beurs was weer stabiel vandaag. En kwam op een nooit eerder bereikte hoogte. Bij het sluiten stond hij op 110,6. Hetgeen beter is dan de voorafgaande hoogte. Zoals jullie zien probeer ik de dingen in evenwicht te houden. Ze mag de hoop niet opgeven. Ik stel voor dat ze van het bed opstaat en aan de slag gaat. Ze is sterk, intelligent, ze heeft hersens. Waarom zou ze die voor de verandering niet eens gebruiken? Ze organiseert koffieochtendjes voor het hongerfonds. Ik zou er in verpleegsterswit best goed uitzien. Ik zou de eerste zijn die een lamp voor je zou dragen. Het wordt tijd dat we opstappen. Oh, nee, blijf alsjeblieft, tante, niet. Ik heb niets te doen. Praat nog wat met me. Goed dan. Maar dan over ditjes en datjes. Ja. Hoe is de nieuwe werkster, Olivia? Ik weet het niet, ze is veel weg. Geen tekens van geknoei? Met Alfred? Je hebt geen belangstelling voor vrouwen. Voor mij wel. En ik had ook nog hersens in mijn hoofd. Hij zou nooit genoeg hebben genomen met een slonzige werkster. Hier, onder het bed ligt altijd een woonstof. Ik had het kunnen schoonmaken. Ga het dan voor iemand anders doen. Hoe kun je zoiets zeggen? Dit huis is beslist walgelijk. Het ruikt aan netheid en claustrofobie. Wat moet ik doen? Scutari. De dame met de lamp, Florence Nightingale. In een cape met een plooimutsje. Met overal bloed. Weg van huis. Troost en de trooster. Max, we passen niet bij elkaar. Net nu ik hoopte dat jullie zouden gaan trouwen en ophoepelen. Ik zou op bezoek komen. Elke dag. Druiven brengen. En dagelijks nieuws over de effectenbeurs. Wat aardig. Pas op, Olivia. Onder die huid zit een tweede Alfred verstopt. Het wordt tijd om erop uit te gaan. Naar een iemand anders te zoeken. Ik ken niemand. Daar hebben wij wel voor gezorgd. Ik ben er toch. Hij vergeet een klein detail. Mij. Hij zou best van mij af willen. Dat zouden we allemaal wel. Ja, ik geef toe dat ik mij schuldig heb gemaakt aan onzuivere gedachten. Maar kijk dan toch eens naar haar. Wie kan dat weerstaan? Ik ben ook maar een mens. Ik ook. Er komt een bekentenis. Ik ben verliefd op je. Oh, kom eruit van de dak af. En ik dan? Hij wil me vermoorden. Er waart moord rond in deze kamer. En in ieder hoek. Ruik maar, voel maar. Daar is het, daar. Onzin. Daar is nog nooit iets uitgekomen. Geen gevoelens, geen durf. Ze ligt zelfs waar hij heeft gelegen. Hoe kan ze? Ze is een... Stil. Maximilia. Waar is Alfred gestorven? In het ziekenhuis. Ja. Je neemt de feiten. Ik zal het vertellen. Ik kan het niet geloven. Met loeiende sirenes werd hij in de nacht door de verlaten straten weggebracht. Hartpassage faalde. Ik had hem de levenskus kunnen geven. Mijn kleine meid, zeg dat het niet waar is. Hier was het. Ik had er genoeg van. Oh, Max, geloof me. Hij was al wekenlang ziek. Maagzweren en slechte adem. Hij heeft... Hij heeft gevonden. En nou ben ik helemaal alleen. Nooit. Nou, kom op. Heb je hem de pillen gegeven? Heeft hij ze gevonden? Te veel? Of was het een ongelukje? Ongelukje. Ik weet het niet. Ze weet het niet. Heeft ze ooit een besluit kunnen nemen? Daar heeft ze geen ervaring mee. Behalve natuurlijk tussen Piet Knoop en Mombiem voor de nagels. Was het een ongelukje? Ze zullen hun eigen conclusies wel trekken. Liefste nicht, ik zou graag willen dat je even teruggaat in de tijd. Vooruit! Terug naar de tijd toen jij, toen je nog maar een piepklein meisje was, bij ons aankwam. Fris en mooi als een bergstroomtje. Haar als de vleugels van een vogel. Hou op! We waren blij om je de helpende hand te kunnen bieden. Omdat je familie van Enid was, van de kant van haar gestorven tante. Maar verre familie.
Alfred was toen nog maar een piepjong ventje, net van de universiteit. Alfred, zei ze, dit is Olivia. Nee, niet doen! En toen hadden we een verloofde jongen. Er was eens lang, heel lang geleden. Maar we hebben hem aan je voorgesteld. Jullie handen omstrengeld, hebben onze boterhammen met je gedeeld. Een jonge, mooie prinses. Ga rechtop zitten en luister. In het niet doen. Alfred was rijk. Aha, maar wist je dat toen al? Natuurlijk wist ze dat. Hoe had ze anders jullie fretten kunnen verdragen? Sst, Enid. Dus heeft ze op zijn geld gegokt. En gewonnen. Of verloren. Heeft ze er niet genoeg voor betaald? Ik heb er meer onder geleden als zij. Dan zij. Clarisse, wij passen niet bij elkaar. Ik laat de verzekering op de verlovingsring vervallen. Waarom ben ik toch niet met jou getrouwd? Ik was er tegen. Ik heb Alfred gezegd dat ze niets dan moeilijkheden zou geven. Ik heb ieder woord dat ze door de telefoon zijn gehoord. Zo. Kijk eens naar dat lichaam. Behoed voor de tand destijds. Er is meer kunstwerk aan te pas gekomen dan bij een Russisch paasei. Alfred precies hetzelfde. Turkse baden en sauna's. Spoelingen met lavement. Elke maandag de kapper. Zijn kleermaker op dinsdag in het seizoen. Hoeden van dingen, schoenen van, hoe heet die? Winsels voor zijn gezicht, maskers voor zijn ogen. Oleanderolie, rozenolie, salven, extra oogpleisters. Corsetten. Echt waar, hier, met overal baleinen, de hele troep. En toch stierf hij, of niet soms. Ruik ik lont, of niet? Onmogelijk voor een man als hij om een natuurlijke dood te sterven. Iemand moet er een dodelijke hand in hebben gehad. Een moeizuchtige oude taart. Daaruit volgt dus ook dat ze nergens recht op heeft. Ze moet het goed maken. Ze kan beginnen met het teruggeven van alle cadeautjes die jij hebt gegeven. Huh? Fred. Daar zit wat in. Oh. Begin met een schone lei. Ik neem nu de juwelen wel mee. De rest kun je later wel opsturen. Maar Max! Clarisse, hou hem tegen. Het is de moeite niet waard. Mijn hart. Vreed. Nou zeg. Maxie is hier. Hij zorgt ervoor dat ze dan nooit meer zullen krijgen. Hij laat die smerige fretten niet weer bij zijn. Olly komen. En Clarisse ook niet. Je kunt ons niet met elkaar vergelijken. Clarisse, je bent verbannen. Het is niet eerlijk. Wil jij haar ring hebben? Ja. Dat kun je niet doen. Toch deed hij het. Hier, mijn liefje. Past je precies? Mijn klein vogeltje. Blijf van eraf. Ik wilde voor haar zorgen. Dat is altijd al mijn enige ambitie geweest. Behalve grootofficier worden. Oude snoeper. Max, wat doe je nou? Ik wilde mijn schoenen uittrekken. Maar laat maar. Hoepsakee. Max. Met vuile schoenen op bed. Niets. Is het niet vaak genoeg bij jullie opgekomen? Ik zou niet. Fred! Oh, sla hem tot moes! Ik wil het weten! Dat kan jaren duren! Doe maar net alsof je met Alfred bent, maar dan hartstochtelijk. Ik kan je nog wat leren! Lijken veel op elkaar! Hij de werkers, maar Alfred was de meeste heer! Zo gaat het beter. Half Max, want in het vlug om half. Ben je boven, Olivia? Allemaal in de kast hier. Vooruit, snel. Olivia! Dag, schat. Dag, Alfred. Hoofdpijn? Niet meer dan anders. Even gaan liggen voor de grote gebeurtenis. Ik voel me half dood. We gaan toch uit vanavond? Ja.
Nou dan? Wat? Wat moet ik aantrekken? De zware kapitale goederen sector. Alfred. Het is tamelijk bemoedigend, hoor. Als men een brede kerk heeft, hè. Ik zou dit natuurlijk kunnen aantrekken. Ja. Ik heb het op je begrafenis aangehad. Ik kan ook iets anders verwachten. De tante is toch in staat van beleg. Tante Enid en oom Ralph zijn langs geweest. En Max. En Clarisse. Juist, ja. We hebben je een prachtige uitvaart bezorgd. Je hebt er niks van gevoeld. En ik bleef achter. Een mooie, treurende weduwe met niets anders te doen dan er schattig uit te zien in het zwart. Zo. Dat kan niet. Wat niet? Die zwarte jurk. Die hebben ze al eens gezien. Max en Clarisse? Om Raaf en tante Enid. Zei je net iets over hen? Waarom komen ze in hemelsnaam? Om betaald. Je weet hoe ik de pest heb aan grote feesten, Alfred. Is het echt nodig dat je mijn handcrème gebruikt? De beurs was aardig stabiel vandaag. Zes is niet al te hoog. Waarom doe je je broek uit? Verkleden. Waar maak je je zo druk om? Niet zo moeilijk doen, Olivia. Ik heb een gruwelijke dag achter de rug. Draag jij maar paars en wees feestelijk. Max is een intieme vriend. Clarisse ook. Het minste wat we kunnen doen is haar het beste toe te wensen met die kerel. Ja, ik weet dat je het er niet mee eens bent. Het zal mijn zorg zijn. Deze jurk. Het kan me geen fluit schelen met wie Max trouwt. Dit is mijn kleurtje. Als ik jou niet zo goed kende, zou ik zeggen dat je jaloers was op Clarisse. Heb je dat uit het cliché-handboek? Probeer je ruzie te maken? Misschien. Waarom? Ik ben aan het experimenteren. Veranderingen bedenken. En daar zoek je dan mijn vriends verlovingsfeestje voor uit. Sorry, Alfred. Ken ik jou. Heb je een goede dag gehad met... Wat was het ook alweer? Waar je mee bezig was? We gaan vanavond, Olivia. Wij verzaken onze plicht niet. Ja, Alfred. Wat is er? Het zuur komt naar boven. Het gaat vast weer branden. Neem een pil. Dat klinkt alsof je het over vergif hebt. Oh ja? Nee hoor. Nee, dat is het hem nou juist. Ik zou je niet kunnen vergiftigen, Alfred. Werkelijk? Ik ben blij dat te horen. Als ik dat kon, dan zou ik tot alles in staat zijn. Zelfs jou verlaten. Het zat me niet mee vandaag. Mij ook niet. In Zwart staat je goed, een spel van Maggie Ross, dat werd vertaald door Ria Lee Lohuizen, werd Olivia gespeeld door Fecia Rone, haar man Alfred door Jan Borkes, Paul van der Lek speelde oom Ralph en Eva Jansen, tante Enid. Clarissa en Max werden gespeeld door Gerry Mantel en Hans Karsenbarg. De regie had Ad Leupler.